Ja, wir wollen wieder in die, den Bürg von Nische Knitter durchkommen. In dieser über Kapitel 5. Und ja, das ist interessant, zu sein, wie wir lernen können durch diesen Brief. Gott hat uns das Zeug auch viel aufgedacht. Und ich glaube, das ist ein großer Sinn. Und das hilft sehr, wenn wir nochmal, wenn wir Frieden dann durch die Schaft durchkommen. Von einem Punkt bei der andere. Und die Kraft, und die, was Gott getroffen hat mit seinen Titeln, mit seinen Yes, zu seinem Zeug reden, zu starten. Ne? Wir sollen nicht klugen, gleich von der Botschaft, was herkommt, wie gehen wir, was der Chef uns hier sein wird. Und so, das war wir haben von Nels Myers down. Der Timer von der Botschaft von Nels Myers ist Zeug Arnhem. In Englisch, wir sagen, wir kommen von Church Discipline. Und die Farben, die wir lesen für die Botschaft, es steht 1. Kinder Kapitel 4, Farben 9, durch 10. Und so, wo das möglich ist, soll ich abstimmen und diese Farben lesen. Ich werde hier lesen, ich kann mitlesen. 1. Kinder Kapitel 4, Farben 9, durch 10. Ich habe dient in meinem Bereich, dass die nicht mit unmoralischen Menschen bekehren sollen. Und ich meine damit nicht, dass mit euch, was in dieser Welt Huren oder Jitzig sind, oder Stehler oder Jäger deinen, bloß dann muss die diese Welt verluten. Vielmehr habe ich ihn geschrieben, dass die nicht sollen Gemeinschaft haben mit einem, der sich ein Bruder nennt, in Oberhart oder Jitzig, als oder Jäger deint, oder trinkt, oder lastet, oder stehlt, mit solchen soll ihr nicht einmal taub essen. Was habe ich damit zu tun, die zu rechten, die bitte gemeint sind, soll ihr nicht die rechten, die bannen sind. Die, was bieten sind, die, was Gott rechten, über den weisen Mann manchen, den soll ihr nicht sagen. Keine Heimel beten. Von der Himmel, wir sagen Dankeschön für diese, da, diese Gelegenheit, Nels Myers in den Wurten anzugehen. Oh Gott, wie preisen dir die beste Gott von alles Weiten wird, die Gott von Weisheit. Und wir beten für die Weisheit, Nels Myers, für den Yes. Gott, ich bete für die Kraft, für die wirst mich halten, das wird wirklich bringen, die wird verherrlichen wird, die wird gefallen wird, oh Gott. Ich bete für die Harte, die wirst dich aufhören, die Yes, die Juden und Wort und Uhren aufmerken, Gott. Und wir sagen, Vater, Dankeschön für die Wort und muss dort in Anspruch nehmen. Wir beten in Jesus' Namen. Amen. Thank you, God. Okay, well, this is a break as you're shaving today, Twark in Corinth. And they Twark, they hold for troubles, and we can join what kind of troubles they hold, and we can join both Paul, proved they met to halt them, that they reckon him at the wood goddess, and he proved Ornum bring to the Twark here in Corinth. And there is a break, and all the only break from what we have to Twark, we can. Dort kann sein, der Ordnung ist sehr wichtig in der Kirche. Hier in dieser Bürg, der Paulus Doyle mit der Ondach, die holen nicht so viel Ordnung in der Ondach, und so muss er sein, dass Gott erst und Gott in Ordnung, weil die von Ordnung tun, die Menschen in der Sehen gebieten. Ne? Weil wenn er versteht, erst ein Mensch, der wird dort, bald tun, das ist nicht in Sehen zu den Menschen. Und wie denn hier war er? Der Onde zu tun und Gott zu tun, an zu rufen. Ne? Von der Übermacht, er muss die Ordnung bringen, ne? Wo die Übermacht soll tun. Die Leute nicht gehen wach, die können betrunken und wir nicht sehen zu Gott und die Kirche und so wieder. Und so die Frage von Nels Myers war die Tom von Kirche Ordnung und wo wir dann holen, mit Brüder oder Sastern in die Kirche, wo sie dann leben da. Und so das Wort von dieser Frage dann von Nels Myers. Und du hast nicht in in die gewacht, in Nern zu gehen. Wir möchten über das Nern gehen und in das Südbringen, was hier sein wird. Und so, wir werden anfangen mit Farage Nähe. Dort sage ich, ich schrieb jemand in meinem Bereich, dass die nicht mit amoralischen Menschen bekehren sollen. Und so, hier ist das so ein Klar, was hier sein wird. Ne? Das, hier wird uns nicht eher wundern, was meint das? Dort sage ich, mit amoralischen Menschen in der Kirche, sei ich nicht anführen. Die dann nicht mit denen zu donen haben. Und so hier in dieser Kirche, was wird die Trouble? Was wird die Sinn, was hier angehen wird? Die Unmoralität, von was Paulus hier reden wird? Wir können es nicht finden in Vers 1. Ich kenne das Kapitel 4, Vers 1.
Zo zei ik, doe jet een je red om, dat bejent onmoral as, zoals dat niet eenmaal man, de te vingen as, wat God niet kanen, dat doe een met de free van zinnen voeder top leeft. En zo zon is zin weer in deze kwart in Korinth. En deze zin is zo ja, grazig ton denken, nee. Maar wanneer ik door denken dat de hond zo'n grazige zin in de kwart dan twee, ik leef van deel als de kwart niet anders. De kwart nu heeft kwart zo'n trouble is de eerste en mijn horen, mijn grazige zin daar. In Noord-Amerika, nu zijn veel kwarten, die erloven dat, en die handen dat erloven dat nu de leiders in de kwarten kan links zijn. De vrije zijn de mannen wat leren doen, die kan links zijn enzovoort. Dus in kwarten hier aan, waar die weten dat de voeders daar de dachter blokken enzovoort, en dan de nuschmaat, nee? Zo de kwart is, had kwart zo'n grazige zin daar, zinden van deels de eerste en mijn horen. En dat is niet raar, en we zijn met wat down en zo'n ordnung in de kwart zijn van zo'n zinde. En zo is wat Paulus voor je te doen met deze schaaf. Hij probeert de kwart te zijn, wat we zijn met dit omgoen. En de paar stien je te weten en zei, en ik mijn doel met, niet de wat in deze wereld hoeden, of jitzig zijn, of stil, of jette deinen, die staan moest die deze wereld verloten. En zo, hij zei te weten, niet de Weltmensch rechten, die wordt bitte de kwart as. So dat is niet de steed voor de kwart menschen te rechten, nee. We hebben een andere arbeid, we hebben een andere ziel met de Weltmensch. Wat is onze arbeid met de Weltmensch? Wat is kijk over wat Jezus hoort met de Weltmensch, nee. Die te leven, die te evangelium te brengen en die proberen uit de duisternis. Die sterk riet te nemen in de richting van de licht naar te brengen, nee. Dat is de arbeid van de kwaak en van de christen voor de weltmensch. En hij zei, du heb ik geen poort aan, du wirst wie niet rechten met de weltmensch. En dat is interessant, want deze farzen denken dat, dat je geen wat veel van de dichter wat doen. Die proberen van de weltmensch weg te trekken, van de welt weg te trekken, nee. En dat is niet wat de chef gezegd heeft. Dat zei, wie zijn die niet rechten? Maar de schrijver zei, ik hoorde wie zijn de leidwezen met de schulden. Dat zei, go naar de veldje van de wereld. En wanneer je dat niet naar je hand gaat, dan is het anders, nee? Je is kijk wat Jona deed. Dat je zo naar de weg gaat en hij kijk de andere was. En zo wordt dat alle, dat is niet de laatste ding te doen. Maar die mensen zijn niet hechten, die zijn die evangelium brengen, die leidwezen, even met de top eten, Jezus door het veld met de weltmensch, top eten, en dan houdt hij onder Petrus veel trouble met dat, nee? En zo weer. Maar hij zei, die mensch wil ik niet rechten. En wie dan first fall, zegt dat, wat gaat ik door met te doen, die te rechten, die bitte je mind zijn, zal je niet die rechten, die bannen zijn. Dus hier hebben we een interessante vraag in first fall, nee? Hier zegt dat wie zijn, die wat in de kwijt band zijn, die zelf hier rechten. Zo wat meint ook graag? En Matthäus 7 ziet Jezus dat die zelf niet rechten. En die niet wel in die recht zijn. Zijn er verschillende wegen om rechten? Verschillende plaatsen voor rechten? Joden zijn. En ik zeg dat erklären wat die zijn en wat dat is. Nee? Hij zegt ons, kijk niet, zegt ons hier. De weltman zelf niet, maar die band zijn in de kwijt zelf. En nog één ding, we zijn niet rechten in een weg dat dat is de laatste woord, de laatste recht voor de mensen die in de zorg. We zijn niet rechten in een weg dat we de mensen verdomen doen. Dat is eigenlijk, dat is een eigen recht. Die recht dat is met God en God alleen. Dat zien we altijd. En dat kunnen we niet als mensen doen. Maar van wie, van die mensen in het kwijt zijn, wat in zijn leven doen, die moeten doen met wat doen, die moeten op rechten en die moeten met de mensen handelen. En dan is het ook een zorg gerecht. Dat is een recht gerecht. Wat de Bijbel ons de recht geven deed. En zo, waar zouden we zo'n mens komen en mens helpen? De chef zegt ons hier in het verhaal zegt dat we zo'n mens riet zaten. Die wat bieden zijn, die wat God rechten, over den wijzen man dient, den zal je riet zaten. Zo. Met die mensen zal ik ook met honden, die zal de ruit zaten, of even uitsluiten. Dat is ook van wat de Bijbel aan vertaald heeft.
And so dit erste biblische Denk. Actually, I felt sometimes what was hearing that in a Quark, some mention in Quark done something so odd he broke that we glauben that it's nicht dann nicht biblisch or nicht goes. Actually, this one von den Dingen. Each leading as biblisch, Quark ordnung as biblisch, but it's wichtig that we do the right to watch down for the mention that it goes it. And so, neither I was a kitten, from as it neu, that we do Quark ordnung kann, and we met. Don't mention I'm going down is to design that. Let me say not going back in as far as off dark zas dark off. It's a kind of thief, that this is a far as I den groat stone as nicht goat. Wait ye nay, though I'm keen it, bass your hair, then bones and deep, zero mea. Chalk den olin zero deep far, the gee I near deep sand. These end of throat, unen zero deep. Those we have in pistis, was on the post alarm, they're all for ons, the afat off. Die Abfahrt erst. Weil wir darf rechtlich führen, nicht mit alle Sieh die, auch nicht mit die von Sinn und Schlagchen fusiert, aber mit Brot von Rennherz und Wortherz. So hier fängt auch noch vor, sagt er, den Grotstonen als nicht Gold. Und so letztes Mal, mein Kredien, da ich meine Timer wird eher hilfmütig. Nee, in dieser Kirche wird Gottes Tome hilfmütig sein. Und hier kann ich auch weiter sein in dieser Farge, diese Kirche wird Tome mit Gott. Dit is wat they dachten, they had all the yesterday to go. They don't grow with their go when yesterday go what they had. They dachten they had all the pastor leaders in the church. They hold it all. They be in the church. But they haven't grown the trouble in their church. Nee? And Paul did it to refrain. He's like, you then grow. Then huge me. Yet as they sin, but then God told them that, and this is the sin from the fiend. And then he was still kicked with the unmoralistic omgoon that in the church. They was a good dome at sound in quite name. And so he's like there's a group bench they done the groach and it's like han here and they are deep. And so what went all that patal from here and from Zirdich and Zavida? Mr. T in the Bible and Schlaf on a patal from here is Zirdich to have amateur dome at Zim. But what's nicht ran as but Schlag as on the ending. And God had a long tale on front to Britain in 2 Mose for the Passover fast. The Passover they had that they mustn't Emma, they mustn't part they eat the Egyptian Rückgrund died, or the God that they refrain. And I thought best of not lesen eat the first in 2 Mose feel fall. But one of the best of my air clearing what it mind that and what the chef pound that on the call from the pay of the Zirdi. 2 Mose feel fall for. They had a day to Moses and Aaron and Yiftin and Zed. This month, so for you, the Anfang von Joa Zanen, did as the erste Monat in Joa. Seid die ganze Gemeinschaft in Israeliten, so an dem 10. Tag von diesem Monat soll ein jeder Bruder von deiner Familie ein Lohn nehmen, ein Lohn von einer Familie. Und wenn die da in sie in Hüß sind, Tabina, Tabanik sind für ein ganzes Lohn, dann sollen sie dort mit den nächsten Joba andeilen. Du nu wat veel mensen door eten worden, zal je door te meten. Dat zal een onjuistje zijn dat geen vele haar, een schubsbak of een kousenbak. Die zullen dan wat in 14 van de maand bezorgen en dan zullen de voeders van de gemeenschap in Israël den we oefentruf slagen. Die zullen van het bloed nemen en het om bed zien om de derde vreemde smeren en ook om Kopfstärk und überkommt der in das Hüß, wo das Lohn geehrt wird. Die sollen in der Nacht das Fleisch auf ein Vierbacken in das Abehr. Die sollen dort mit angesollet Brot und bessere Tiderie ehrten. Die sollen das Lohn nicht rief ehrten oder in guter Kern. Dort soll eben Viergebacken werden mit Kopf und Bein und dort Sennestück. Die sollen nicht überlegen von am Morgen in wann du da what was a more English that you do that you have done. So God has that's a great this is a mention right me out some it you have to new brain and he found something there in the point here on. He found there's an Israelite mansion he know him to go from the Egyptian from the Belt mansion. Can you best design here what the there's a built here put on the reason? For those and go to part from where God asks, since God asks Herod, right?
En een part van de heilige zijn, dat meint ook dat wij zijn niet nog niet dood. Wij zijn godziende mensen, wij zijn niet van de weltmenschen. En zo, wo dat hij deze mensen niet nog niet dood, hij zegt, wanneer je in deze bloed neemt, van deze loon, je zal de slag in de bloed nemen, en zal je besmeren over de deren, nee? De zee deren en de boeven zo weer. En wanneer je dat doet, en dan wordt de dode engel voorbij gegaan, en wordt die eerste van die hier niet dood neemt. En zo dat weer gezegd, en al die eerste geboren van de Egypten, tieren, mensen, alles die weer dood neemt, voor de Israëlieten die weer niet denkt. Die wat de bloed onnoem doet, die weer niet raast van dood, nee? Die weer niet God zien de mensen. En kijk zo, als dat een beeld van Jezus zien bloed, nee? Van wie Jezus zien bloed onneemt voor onszelf, zou dat aan het raden van de Jezus in dood. En daar dood dat Jezus en God ons heilig meer. En zo hier vangt God aan tot wie te brengen, tot wie zijn heilige mensen. En hij zegt, die zijn kijk aan dit pas, maar die brood eet met onheer, met onzeerbrood. En je stond als van zin en dat schlaagde het vriendje. En kijk zo dat wie als de mensen. En je hebt weer een vers 15, zegt je ook, zevendeel zou je ongezorgd brood eten, dan eerste dag vols. Zou je alle zierstof van je hiesa wachtdonen, en van ernstweer in de zevendeel zou je zierig brood eten, door morgen zou je eten je mannschaft rietzaken. So wat als de zierstof dat hier, ik geloof de vrees in de kerk, want ik kan veel beter erklaren, is accurate, maar ik heb dan de zwaar voor brood merken, we houden de freezers en zo weer, zum brood en freezer naar, nee, van de hele kamp. Zeg dat je dan een fiatten brood merken, vielleicht jeder dag, of jeder teuer door de deel. Maar dan ze, wanneer je brood hoort, of die, dan ze een beet roofvliegen en te zien zaten. En dan ze volgens mij met dat brood te horen. En nu dan ze dat beet nemen en woeten nemen. En dan weer dat zeer brood, en dan weer dat nächste brood ontvangen. We houden de heer erbij, dat we best zeer geworden. En dat helpt het nächste beet die kunnen brood te maken. So dat is voor het zeer brood, dat is voor hem hier vertalen dat. Maar in deze apostel vast, wil God gaan dat hij zo'n kleine heer en kleine zeer brood naar de heest haalt. Nus, niet een klein beet. Dat is alles wat je doet. En dat weer enorm steen met dit, nee? Hörst 15 zegt ons, wanneer je kunt wat heer of zeer brood vinden naar de heest, die zal je eet de rietzaten van de mensen Israël. Dat moet je eet schrijven. En hij probeert iets zo erg streng te zijn, dat wij zijn zo niet aan onze huis gaan, wij zijn dat zin en aanleg en aan onze huis niet gaan. En dat is de oorzaak waarom God de zijn kon die schrijven erklaren, dat wij als mensen, wij moeten ons ook nog meer nieuw zijn, nog meer proberen te zijn, dat wij zin in onze leven gaan, en wat we gaan, wij moeten doen met troffen, dat wij zaten van ons leven, en krijg zo als verkeerd. En aan de levenskantnis, laatste werk, hebben we ons enorm voor de uitje gegaan, dat God van dort als een heerlijk leven te gaan. Nee? We gaan heerlijk leven als God als, en door we God verheerlijken en zijn die zeugnis in deze wereld. En kijk zo als dat met de kerk. Dat is gewoon biblisch, en dit is wat we kunnen kort vinden, is wat God wel hand van ons. En wanneer we dit doen voor onszelf en voor de kerk, wordt als in zo'n geestelijk gezonde ding te doen. Dan merkt de kerk gezond, geestelijk. En dan merkt de Christ en de mensen die wat ook gezond, geestelijk. Dan merkt het brengen. Ik zou de kinderen hebben gevaard van onszelf gekomen. Dat is voor de kinderen dat geen vers piep. Wanneer je ziet die zelfs of die in geloven stonden, proef dat zelfs iets. Weet je dat niet zelfs dat Jezus Christus en die aas, dus van niet, dan had je gezagd. En zo, David doet het zo, nee? Hij hoort in je beer, hij beert te God. Doe me nog wat proberen, zijn ze wat schlaag je dan en aan. Doe me dat wezen, ik kom met dat schoven. Dat is een hoort, hangen aan de God, nee? Ik wens je ook dat we alle andere horen. Dat het wichtigste aan zijn, dat we met de zinnen aan de horen schoven en proberen brief te bellen. Dat komt met ons aan, nee? Van onszelf. En dan in de familie, en dan in de kerk. En waarom zou je dat doen?
Heeft Christus bijna ons aan? Heeft Christus heilig aan? Ik ga zo, waarom wil ik kort met de zinde honden in mijn oor werden? Heeft ik kort als God zien kort, als Jezus zien kort, en hij aast de ben en hij aast heilig. God zegt, ik zie heilig, je denkt dat je ook heilig bent. En ik weet dit leer, dit je doet van each lied, en mensen lied zaten. En dan moet het de hitting best streng en nog kort te doen voor de arbeid, voor de astmiflee. Maar ik wil ook een verhaal van Jezus, dat je ook best je met andere en het hoofd van uit Johannes, dat je ook twee. En even Jezus wie een verbeeld voor ons in dit. En dat vangt je aan in vers 13. Johannes kapitel 2, vers 13. Als de Jeden in Passafas nu ik kwam, in kwam in Jerusalem, door een tempel traf hij daar, bij met assen schoep en doof in honden, en op de geld wakselen met er je schaaf. Hij vlak zich een pitch van streng en juchte met assen en schoep toop uit een tempel riet, en scherde je geld wakselen en geld uit en schmeit er de dashen arm. En hij zei te de dieven honden, neemt de zaken hier waag en merkt mijn voeder zijn huis niet een hondenplots. Dan dachten de jingen daaraan dat de schreven staat, de eeuwen arm die een huis brandt in mij. De jeden zeiden te arm, wat van kieken, juist die ons te bewijzen. Oké, dat is zo wiet. En zo Jezus ging in deze tempel naar, en hij doet omni, niet? Deze tempel werd heilig, het werd een heilige tempel, het werd God zijn tempel. Hij zei, dit huis is een huis van je beer. En hij doet hier, met geld honden, hij werd niet graag met dat geld honden, hij doet mensen stelen, van mensen stelen zo weer. En hij kwam daarna en hij doet het uitdrukken. Hij doet de liedzaken van een heilige tempel. In fact, zo is, als Jezus wil gaan en zijn tempel zal rennen zijn, in fact, zo wil hij gaan en onze leven zal rennen zijn en de kerk zal ook rennen zijn. Denk je, wat, wie zijn een beeld voor God, wie zijn een zeugnis voor hem en de welde kerk, nee? Zo in deze versie, van een kerk voor Paulus de kerk zijn met beste mensen zijn met honden, met arbeiden, zijn je niet zagen. Wat van de zin dan dat ik hier opnam deze versie? Versie al. Veel meer heb ik dient geschreven, dat die niet zullen je gemeenschap hebben met einem, die zich een broeder naamt, en over huurt, of jeet zich, eet, of jeet erdoet, of drinkt, of last staat, of steelt, met zonen, zal je niet eenmaal toop eten. Dus hier hebben we vier. Je hebt de vier zinnen opgenomen. En dan weet ik dat wel klaar deze vier zinnen zijn. Ik geloof, alle zinnen zijn schlaag. En we zijn met de schoven zijn kwijt en verzuinigd. Maar ik geloof, als we kijken wat ik hier opnomen heb, de meeste van de zinnen krijg je onge deze dom. Dan zie je les. Zo, waar we omgaan met de eerste. Die wordt goed drieven daar. Goede lief drieven daar. En kijk, zo weer terug in deze kwart, nee. Wanneer een mens anders leven daar en hoe dat is leven daar, die zal niet een part van de gemeenschap zijn. Waar de zin körper als het hem van de heiligen geest en hij leeft in zin, en wanneer hij stoot daar als de eind met de onder wat hoe dat is met leven daar en dat stond aan de rand. Dat is niet meer heilig. En zo met zo'n mensen, moet met de schoven met de rietzaken en met de schoven. De andere zin wat hier. Hij had naam dat als jitzig zijn. Het is interessant. Als dat zo'n groot zijn, of als dat zo'n nerf. Ik denk dat het in mijn doen met dus jitzig zijn. Ik denk dat het doen wat we doen met geld honden of dingen honden. Oh. Is dat niet zo'n mens dat we voor onszelf afbieden? En we hebben geen maatregelen, geen kind of leven voor de andere mens. We doen dus tonium en tonium. We doen andere mensen schoenen of we kunnen onszelf maar afbieden. Dat is wat ik meen, wat ik meen dan niet zich zijn. Niet met onder metgeul, want God heeft die vlees gezien en zo weer. Dat is een grote zin. Dat is niet God zijn kloon voor de kwijt die de mensen zo lang te doen. Voor aan te doen met de jouw, dat die hij die geven daar, voor hij die schenken daar. En ik leef hier aan veel kisten veel trouble met, want ik kan te je schaaf die met jouw
opponent. They'll be God's ear metal. Das ist eine wichtige Sache. Sonst kannst du abgenommen ohne Sünden. Ohne sehen wir hier nach. Abnahm der ist jetzt dein. Wir wollen eine solche kleine Schaf, die erste Gebot, es Gott dein in Leiden mit all den Quats, Säul, die Donkis und Körper. Die erste Gebot in Tieren geboten, denn die sind können ohne Gott vor mir haben. Und so, wenn die Menschen haben Trouble mit ohne Gott dein, die leben irgendwo sind, die sind nicht ein Quats von der Gemeinschaft sein. Die dann die Gemeinschaft anheilen. Nur können alle solchen Weg kommen, wo Menschen dann Gott dein und oft Gott dein, ne? Du willst Menschen sammeln, hey, wir noch kein Off oder noch für Yalt, dann kann man lange nicht kommen, dann kann man gewiss, dass, hey, so ein Herr ohne Yalt geht und jetzt ist hier nicht so interessiert für die Dinge. Und hey, dann habe ich mir das hier von einer, der sagt, hey, heute gesagt, like der Herr, hier hat er lange geschaffen, hat sich Zeit abgebeten, so wie er sagt, mir fehlt die Quark nicht mehr. Eigentlich geht es nicht auf mit ohne Quark. Und so darf doch auch der Quark sein, dass Geld wir sehen Gott. Geld dein und in Süden dein darf der Geld, dass wir sehen Gott und sehen deins, ne? Und so das sind alle Sachen, die wir Menschen können tun vor Gott oder hilfreich vor Gott und das sehen und das artig. Und wenn das mit so einer Dinge sei, wird man schaffen. Die vertraut wird von der Trinker. Die wird fast zu mit Trinken. Aber warte, die Tempel ist heilig, die Kirche ist heilig. Und wenn Menschen zu mit Trinken, der ist nicht heilig, wenn es dort hat den Kontrolle über Arm da. Und hey, wenn ich kann, dass wir sollen den Trinker sein, oder wir sollen nicht mit Trinken zu tun haben. Er sagt, die Leiber gefällt mit dem heiligen Geist. Und weil es dort, für mich ist das Prinzip, was der Neue Testament schreibt, uns lehren wird. Wir sollen nicht Dinge tun, uns Christen, uns handeln, die Dinge, die unsere Verdammtes schaffen tun oder ändern tun. Da kommt man trinken zu tun, kommt man nerven, pound, schmieden, drugs, whatever. All die Dinge. Gott will haben, dass sie Tempel, unsere Körper, unsere Daten sind, gefällt sein mit dem Herrn, yes, und dein allein. Und es fühlt nicht all die anderen Dinge. Wenn ich leise die Schiff von den anderen Dingen fehlen wird, sind die dort, dass all die halten oder dass die halten dort mehr, dann ist das Ding Gott, aber ihr wart, ne? Und so wieder. So, ich sage, ich denke, sei, wenn die Gemeinschaft riecht, dann ist ohnehin nicht quite fern sein. Das ist unheilig. Unheilig. Der nächste ist, der wird lost in that. Und das hat zu tun mit Bier. Wo wir darüber schaffen mit unserem Bier, was wir sagen. So wie eben unter Spatteren. So wie so was der Schlag getan eben unter. Ich verstehe, das ist nicht so einen großen Sinn, aber für uns, wenn wir Bier haben gekauft. Wir können unsere Bier, wir können abbringen oder wir können durchbringen, ne? Und so ein Mensch wird lasten dort und mit vielen Menschen drauf bringen, die sollen nicht in die Menschen sein, das ist unheilig. Und so ein Mensch soll wie schaufen in Rietsachen, sagt der Chef hier. Wenn es fährt, dann der Viertel in die Kirche bringen, Spülung in die Kirche bringen, durch die wir allein, durch das erste sei wichtig, dass wir aufpassen, was wir sein, wo wir das sein dürfen. Hey, was stehlen dort? Hey, was stehlt? Der wird stehlen, fern der ist viel. Er will nicht schaffen. Er will sein Brot nicht verdienen. Er wird leider ohne Menschen alle Sachen wegstehlen oder wegnehmen. Ne? Und wir können sagen, das ist alles, das ist ein Sinn. So, wenn er an den Quark so erst wird gleich zu stehlen, er soll auch wie gesagt, und er soll so mit sich selbst schaffen, und die Quark soll auch mit ihm schaffen. Paulus sagt auch, saß der weg, soll er schaffen, so wie zum Eten kennen und ohne Kinder haben. Wir sollen nicht viel sein und wir sollen nicht stehen, das ist Arbeit. So hier in Kinder, als Paulus noch klar erklärt, wo die Kirche Ordnung zu bringen und wo die Sünden, die sollen in Ketten und mit Schaufeln so wieder, aber das ist nicht die einzige
Gleichwohl schreiben wir von dort in Titus, dass er irgendwas in der Physik vor Kirchhoff nach Titus. Können wir das hier drehen? Ein paar Farben in Dürr lesen. Wir anfangen mit Titus, Kapitel 1, Vers 5. Ich leite die Dürr wehen in Kreuz, um das Ewa in Ordnung zu bringen, und so als Ack die Befehl in jeder Stadt Gemeinden lehrer unterstellen. So Paulus, der Titus in Arbeit geben, abgeholt hier. Er sagt, du will nämlich vor allem die Ordnung bringen und du lehrer anstellen. Und dann wieder, in dem ersten Teil habe ich auch gelesen, und hier habe ich lassen hier da, was von einem Menschen, wie ist der Thema Schaufen, hier in Kreuz. Sagt, von Erde, ihnen Propheten, hat einer gesagt, die Kreuter sind Amalia, rücklose Tieren, viele Väter. Uff, dann stehen wir, ne? So, diese Kirche, ich glaube, wird Paul interessant zu Menschen. Und Titus hat einen guten Abgrund, ne? In guter Arbeit. Das ist schon mit so einem Menschen zu schaffen. Was fehlt dann? Und was nicht viel rangehen dann, so wie, ne? Aber hey, hat Paul ist halt gleich an den Abgrund, und er denkt, wir dort zu erfahren. Und so hier, taucht ihr von wieder von dort auch in Kapitel 3, Vers 9 dort auf. Überjagt ihn nicht auf, mit einem Ansehnlich, die Zahn, in die Strieb, ihre Geschlecht, die ist das, und das Gesatz, der keinem wird nutzen. Der Spolung und Unstall soll einmal und danach einmal gewarnt worden, dann über, hab wieder nichts mehr anzudämmen. Wie weit soll so ein Mensch in Denken verkehrt, erst in wieder sinnig und sich düder selbst beurteilt? So wie kann sein, dass diese Menschen, die wir in Schwarm zu schaufen, die gleichen zu streben, die gleichen zu streben ihre Gier und ihre Own und alle Sachen, keine Dinge. Und die dürfen viel Spülung bringen, die Tracken aufbringen und nicht abgeben mit der Gier und so wieder. Ne? Und er sagt hier, der Spülung und Unstall so einmal und dann noch einmal gewarnt worden, dann überhaupt wieder nichts mehr am Verdonnen. In der englischen Bibel, vertaut das hier von dem, was ein Heretic ist. Und dort ist so eine, was falsche Lehren bringt, das in die Kirche. Dort hat auch Spülungen bringen, ne? Die Kirche, die hat der Doktrin, der Lehre, dort die Bibel und so wieder, und einer kennt den Mann, und der dort die Bibel lesen, er hat der in der Lehre, und das wird von der Spülungen an, ne? But, er kommt meistens studiert, und dort griechische Wort, was das Brücken der ist actually Heretikos. Und das hat mehr zu tun mit einem Mensch, was das falsche Lehren bringt. Das hat auch zu tun mit einem Mensch, was gleich unter Menschen wegzudrehen von was Gott ist. Von der Fort zu gewinnen. Und das passiert auch noch mal ein Wort, ne? Also ich frage dir jetzt, was Absalom hat, wie wir den Bruder David, ne? Hey, wo der König steht, und hey, schau, mit alles, was er hat, den Menschen, der hat ein Fachteam von dem Bruder der Keine. Und gerade dasselbe Ding passiert in den Quartkern. Und mit so einem Menschen, so wie mit dem, das sagt, das weiß Gott, wie sind ich eine Hache einsehen und den anderen sehen? Der erste ist eine Sie, das Gott sehen Sie. Wie werden ich hoffen, dass wir Sieben haben und Spülungen bringen in den Quart? Und wenn so einem Menschen sind, sagt der Vers 10, wir haben einmal geworden, wenn er nicht harten wird, dann zweimal geworden. Und dann war er, wenn er nicht harten will, dann haben wir Riebsachen. Das war die Riebsachen-Erklärung, das Einschlägen. Die, was wir haben in der Schrift. Und Paulus ist nicht der Einzige, was das war. Das kam von Matthäus, Kapitel 18, wo Jesus das erklärt, der irgendwann mit so einem Menschen da. Weil wenn Menschen, die in Sinn leben, dann entscheiden, das muss nicht gefällt, dass sie in Orbit. Hey, lang mache ich mit dir da. Das sage ich eigentlich, Jesus in Matthäus 18, da die Farsen wirklich tief lesen, die sagt, hier ist die Kirche an der Erstung, und ihr zeigt ihn da. Das ist ihr sagt, warum Gott hat sie dort gewesen. Er will haben, dass die dann am Namen gehen, mit Leid, mit Gebet, und an den Warnung, ne? Und ich sage das, wenn ich hast, wenn du hast dich zu tun, hast du ihn so, wenn du ankehren der hast du ihn so dir rat. Und das ist ein kleiner Ding, das ist ein guter Ding. Dann sagt er wieder, wenn du hart bist, dann nimm noch einen Bruder nach dir. Sieh, noch einen Jesus, der Bruder nicht vor.
door aan de hele beren. En je wordt yes van leid haar. En door je toch te haar. Dat je van een schijn weg om twee gaan, leid is eind, nee? En dan aan een schoof van daar, naast de tijd, in de pedi en leidlaars te gaan, en dan mag ik kort weer met honden en met schoven, nee? En dat is, Jezus had het ongevangen en Paulus zei, hier was wiederbrengen in een stad. En dit is wat we doen met mensen daar. En wat van de mensen, en wat van de zinnen die zijn met schoven hier. En zo waren de kwaad grenhoud, dat als het was niet de pedi's in orbit en leiders, dat is all aan de orbit, nee? De vangt, als ik eerst zei, dat vangt met ons aan. En dan zal het weer in de kwart gaan, de stad. En dat is waarom ook, dat zo wichtig is, van wie ik zo'n dingen doen, is met deze mensen schoffen, of met zin schoffen, of rietzaam, dat de kwart dan ook eindig is. Want wanneer de kwart niet eindig is, dan wordt niet zo sterk zijn, want dus de letters alleen gaan dat doen. Want de letters... Dit is niet de eerder je danken, of de eerder je doel hier, dat je iets schrijft of iets aan. Dit is wat de schaafsleins die zelf doen, en wat de kwart zelf doen. Dus die werden een beetje gehoorzaam zijn, en die werden ook gaan dat de mensen zijn die ingestaan. En dat is van Jezus zei ook, dat hij wel gaan dat die zijn eindig zijn, dat het zo fanschoffen, en dat die kwart kon dan heilig blijven. En kon je zeen zijn. Ik zou zelf zeggen, wie zou niks te gaan met, wie zou niks te doen gaan met zo'n mensen, en dan moet je met de eer. Oké, waar ik leid op beiden, dat had zo'n mensen gaan op de aardig geleerd en erklaard voor het mijn dat. Dit had te doen met beiden, nee. Dat meen ik van die, mijn mensen op de gospel zijn des, en steuren, en wat ze daar in de waag gaan, en niks te doen met armen, zo wie dat. Voor echt op steuren van het mijn niet dat. Dat meen ik dat die kost niet. Je schaft met andere even, of aan het eten kijken, zo weer. Dat is een andere gemeenschap, dat je wanneer je kent het om eten, zo weer. Dat doe je met vrienden wat je kan, en dan het gemeenschap aan, zo weer. En wanneer deze mensen zijn leven, die een onheilig is, dat wordt je niet goed doen, wordt je niet juist gezond zijn, wanneer je borst hebt gedaan. En bijzonder, wanneer je kort hebt voor een schelling gemerkt, dit te doen, en je hebt de letters in de kwart, en daar kan het die mensen aan de wees niet zijn. En zo geloof ik dat het wichtig is dat we eindig zijn, wanneer ze ons dit passeren dat, en wie de chef hier omgaan doen. Hij is geschreven dat. En dan waren, bij het verstaan van ons, ik weet het niet ook, zelfs moment aan een bench, dat we nog, we niet zo streng naar mijn broer, maar door de eerste soort te scheren en God wordt beter als wie dan, nee? Zijn wijsheid is boven onze wijsheid. Zijn leven is veel wijzer als onze leven is en wie gelijk wat leven is. En als we kunnen kijken wat hier passeren dat, Paulus zal het erklaren in vers 4. Israël kent de 4 vers 4. Wanneer je dan een mens niet schlieten of iets aan, like, dem soll der Mann dem Zutun ewige Jefforn zum Verdorben von seinem Körper, dass ihn jetzt nicht gerade worden kann und dem Herrn Jesus ihnen da. Dass ihn jetzt noch gerade worden kann. Nicht gerade worden, dass wir können gerade worden. So, können wir das live sein hier bei? Sie waren ein Mensch, als ihr ewige Jefforn zum Zutun, seinem Körper, und ein bisschen Fleisch. Und dann wird gar nicht, God that thing is just get erloven. And then get it erloven that they can come at Amschofen, the flesh door to bring, in the hope that they will take my hand, they will take my hand here, they will take my arm here, and take home to God, and take home to the Christ. He will they blow the blood and comb, and I'm running, and I'm out of hell in here. Things for victors, in Zoil is for victors in flesh, but in Zoil, at the end of the earth can be your son. Don't ask the life with that. And I quite want to try this right down that so what if you would declare that and that they write this yes from life, they control from it and have to show.
in kort, in de laag, wat hij lijkt, yes, half, en lijkt, life, half. Hij deed het niet gebroken, dit iets flink in de drie zaten, dat de mensen zouden dienen, mensen die zaten en hingen rondom. Dat is niet de use of dit jaar. Maar waar, de leraar, voor drie eerst met God, hij wil gaan dat dienen kort, dat ook drie zijn, zo ook heilig zijn en blijven. En hij wil God gehoorzaam zijn, en hij proeft dit nu te volgen. Nou waar, ik hoop dat ze ook onze verlangen. Om de hele jaar spartelijk naar ons gaan, persoonlijk en in het kort, die wel gaan dat ik kort zelf heilig blijven, hè. De zijn niet keer als het zo sterk als de zwakste pot in het keer, nee? Ik kan helemaal niet wensen dat ik weer nergens de mensen in het kort wat de zwakke link weer in het keer. Dat ik weer niet de mensen wat zegt, oh, die gaan die in die kort, hoeh. Dat moet voor zijn met dat. Zullen mensen daar niet staan, nee? Wie van alle mensen zijn wat God eerendom in onze leven. We gaan streven naar heiligheid aan te leven, heilig leven. Dat we kunnen licht zijn voor de wereld en leven wezen voor de wereld. En onze wens is dat alle mensen op die dag worden right zijn, we zouden worden right zijn, God te zijn, nee? En worden duur zijn met ons in de hemel. Zo, wat dit is voor God zijn eer en voor de eer van die kwak. Niet voor de mens, maar voor God. En zo, ik ga nog schrijven met een paar van iets, eerste kinder, kapitel 3. Vers 18 en 17. Weet je niet dat die God zijn tempel zendt en dat God zijn jas en zijn boom? Bij God zijn tempel te schoon meer, dan met God ook te schoon. God zijn tempel is heilig en die zendt bij tempel. Dat is een opening te geven. Voor de hemel, we zijn dankschijn voor die woord. We zijn dankschijn voor die einsten zeenschatten, voor die leid. Voor onze zinnen te betonen, door het bloot, zij die vier meer, zij die heilig meer. O God, dat is zo'n groot in je schijn, zo veel nood kan je van zijn. En dan haf, een priestje, dat is die, die zijn voor die gekocht, God. En die willen die ons hand geven, ook, twee geven te die, die een heilig leven gaan. En God, die is kwak en de leraars, die willen die kwak. Zodan en omgoen en honden, dat we dat eren dat, dat we die gehoorzen zijn, God heeft ons de wijsheid, de genoeg en de leid dat te doen, o Heer. En we zijn ook voor die wat in zijn leven doen. Dat we gaan alle, die zijn alle verzocht en gaan daar te zien om en wel een beter leven. God, we zijn ook voor ons de kracht van genoeg geven, te even komen en de licht zijn, wat we wel zelf zijn in. In deze wereld. Je hebt ons de rechte leid, o Heer. En door die schoffen aan de voeten, in een bank dat die woord verheerlijk wordt en die door te gevallen wordt. We zijn in Jezus' naam. Amen. Yeah.
Thank you.